Terwijl ik niet zie hoe de regering of de regeringspartijen een gezamenlijk probleem gedefinieerd hebben wat ze willen oplossen, behalve dat ze natuurlijk de bouw weer op willen lossen en dat je in ieder geval weer kunt gaan bouwen. En ze zijn het ook niet eens over de doelen. We weten niet of we op de KDW's gaan sturen. Dat is voor de leken hoeveel stikstof er neerslaat. Nou, daar heb je een ingewikkelde modelberekening voor nodig. Of misschien wel over de uitstoot. Dat is al wat makkelijker bij een bedrijf. En eigenlijk willen we allemaal natuurkwaliteit, maar we weten niet zo goed hoe we dat moeten meten. We weten niet of we dat nou in 2030 of 2035 moeten bereiken en met hoeveel tussenstappen. Dit zeg ik u, ja, ik zeg het niet met veel plezier, voorzitter, maar op deze manier maak je geen beleid. Beleid is moeilijke keuzes en de oppositie blaast altijd, dus u zult altijd een kritische noot van mij vinden, hoeft er niet zo bang voor te zijn. Daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat ik de afgelopen jaren te vaak gezien heb dat de regering een enorme zak geld gepakt heeft en gedacht, dan is het probleem opgelost. Dat hebben we bij de toeslagen gedaan. Er zijn miljarden voor uitgetrokken, maar die toeslagenhouders zijn nog geen meter verder. Sterker nog, ze dreigen nu het rechtelijke stelsel te belasten. En hetzelfde kan hier dus ook gaan gebeuren. Een enorme zak geld, misschien straks verplichte onteigeningen, duizenden rechtszaken. Dan hebben we de financiën, dan hebben we de problemen in de rechtsstaat en dan hebben we het probleem nog niet opgelost.